Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag alweer reeds zaterdag, de 10e van de 8e 2024. En we leven alweer, ja schrik niet, om 14:36. Ik ben al aan het werk geweest en al. Ja, want er had er weer eentje je weet wel. En dat was meneertje Kandalf. Kan gebeuren, dus ja, dan moet je toch wel weer opruimen. Ik heb Karen aan de telefoon, enkel die ik even gemut. En ik moet nog met de meisjes uit en ik moet ook nog weg. Ja, dus ik ga snel opschieten. Maar ik wens jullie als eerste natuurlijk een hele fijne middag verder toe. Geniet ervan. Het is dan weer zonnig en dan weer bewolkt. Maar dan kan de pret niet boeien. Ik heb wel het zonnescherm naar beneden. En zoals jullie zien heb ik weer iets moois aan. Ja, hou ik van. Dus ik zeg lieve vrienden, geniet en geniet gewoon ook een beetje mee. Tot later, doei! Nou en daar staat onze lieftallige Tiki weer met een heel mooi shirtje aan. Hallo iedereen. Is het niet mooi? Laat je shirt eens zien. Kijk ja, wat heet het, hey, hoe heet het eigenlijk zoiets? Ibiza topje. Ibiza zou het een beetje poncho. Ja. Heerlijk draken. Dat is echt heel mooi. In Den Helder, hè? Ja, iedereen welkom hier. Ja, iedereen is welkom. En hele mooie bloesjes weer erbij. Super, super mooi. Ook die roze is mooi. Deze kan. Ja, maar daar zit een vrouw in die mag. Nee, deze kan. Ja, maar dan moet ik draaien. Naar mezelf toe draaien en dan kan ik zo doen. Ibiza rook, Ibiza jurk, tonic, van allemaal. Alles is mooi, sieraden. En in Indianatooi of zoiets, weet ik veel. Maar het is echt super mooi. Jullie moeten gewoon zelf eens een keer naar Den Helder komen, zou ik zo zeggen. En ja, gewoon komen, gewoon gezellig en ja, het is in de Keizerstraat, het valt altijd op en het heet La Scala Donna, nou dat heb ik jullie al een paar keer laten zien, dus ja, gewoon komen en bij Tiki naar binnen, ja, gewoon doen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later, doei doei. Ja, lieve vrienden, ik hoor weer muziek en we gaan heel even kijken daar. En dat is natuurlijk weer bij tegenover het station en bij de visboer en bij een restaurant voor. Dus ja, dan gaan we even kijken, hè. Ja. Even hier langs. Tasje, die gaat. Ja, ze zijn al bezig de markt op te ruimen. Ja, helaas wel. Oh, er staat ook een ambulance. Oh,
Ja, lieve vrienden, kom ik deze beauty van een auto tegen. Een oude oldtimer. Met toestemming heb ik dus aan die man gevraagd, mag ik hem filmen? Ja hoor, zei hij. Ik denk, nou dan moet ik hem filmen ook. Hij is geweldig. Nog oude luxe flex erin. Echt gaaf. Hier, kijk dan. Ik hoop dat jullie wat kunnen zien. Rode bekleding, hij is mooi. Ja, hij is mooi. Nog helemaal gaaf in de lak zo te zien. Ja, ik zie daar wat. Daar zie ik wat. Ja, dat kan gebeuren, maar hij is mooi. Hij is mooi. Jo, het is een Volkswagentje. Ja, hier wat roestplekjes. Dat moet hij nog zien te onderhouden, hè? Dat kan wel. Hero, de benzinetank zit hier. Ik had lachen. En ook een beetje beschadigd. Ook jammer. Hij is toch wel een wilde. Nou, een kindje aan boord. Of zo, dat weet ik ervan. Ja, gaaf hoor, zo'n oud dingetje. Dat zie je niet meer. En hij echt schitterend, kijk. Echt mooi. Die stikkertjes. Mooi hoor. Ja, echt. Maar ja, we gaan verder naar huis, want het wordt wel kouder erop. Dus ja, ik zou zeggen tot later. En toen waren we weer thuis. Hè, meisjes? Ja, de meisjes moeten er nog wel weer uit, maar dat kan nog even leiden. Ja. Dat ik thuis kwam, ben ik gelijk aan het werk gegaan. En dat is onder andere de planten buiten water gegeven. De aardbeienplanten die hingen allemaal op apengapen, dus die hebben water gekregen, alles. Ook de andere plantjes die ik heb. De zonnescherm heb ik omhoog gedaan. Die twee planten, die pannenkoekplanten, die heb ik water gegeven. De orchideeën achter hier heb ik water gegeven. En nou heb ik hier boodschappen leggen. Ik ben op de valreep nog naar de DA geweest. Even die erbij gehaald. Maar het ene doosje is kleiner dan het andere. Ja, kan er niks aan doen. Andere verpakking. Ja, waarom? 1, 2, 3, 4, 5. Dat is ook 10. Dat is dan ook 10. Maar waarom het kleiner is dan die? Want die zit er ook 10 in. Maar, aha, ja. Ze hebben deze meer op elkaar. Ze zijn gewoon dezelfde. Ze zijn gewoon dezelfde. Ja, hoe dan? Lekker dan. Nou ja, kan ik in ieder geval een klein stripje morgen meenemen. Voor onderweg. Dit ga ik nou gebruiken, maar ik wil even dat papiertje eruit hebben. Kom. Dikke weg. Uit dat doosje trouwens ook. Maar ik moet even innemen zometeen, dus dat laat ik even leggen. Want ik zo houdt het niet. Komt in één opbaar. Knallende hoofdpijn aan die kant. Een keertje heb ik dat. Ja, dus. Niet leuk. Echt niet leuk. Elwin, hou op. Echt niet. Dat kind weg. Zometeen. Wat is dit? Ook een kassenbon van iets. Oh ja, Holland en Berg. Oh ja, mijn waterkan. Ja, die moet ik wel bewaren, die blijft. Nou, dan heb ik om morgen mee te nemen. Dit.
Ik weet niet of diegene meegaat, dit ook lust of mag of wat dan ook. Dat weet ik niet. Snoepjes om mee te nemen. Ik heb wel snoepjes, maar ik heb liever een dichte zak mee dan een geopende zak. Want dan weet je tenminste, nou ja, het gaat niet op, maar ja, ik wil gewoon vers. Gaat mee. Dan heb ik voor Willy weer in 2 flesjes een schoonmaakmiddelen. Ja. Als dat er nog bij kan. Nee, er kan daar niet meer bij. Nou, dat zie ik straks wel eventjes daar neerzetten. Voilà. Dan heb ik nog wat voor mijn kereltje. Een doos. En dat zet ik gelijk wel in de kast. Dat kan gelijk opgeruimd worden. Voilà. Hoppa. Hoppa. Het is voor de barbecue, maar je kunt het gewoon bakken hoor. Ja. Oh, lekker voor van de week. Ja. Dit is voor nu. Ik wil nou warm eten hebben, maar ik ben zo beroerd geworden door die hoofdpijn die op één af kon zetten. Voor ook voor van de week, gaat ook in de koelkast. En ik heb weer zo'n jongen, ook voor in de koelkast. Ik stik in mijn eigen lucht. Die gaat ook mee, morgen. Voor in de wc, maar die is nog niet leeg. Maar ik denk, ik neem er wel mee. Die kan er nog wel bij, want dat is een smalle. En voor mijn poezekind voor boven. Gaat er in de emmer. En heb ik daar ook weer te eten. Zo, en toen was de tas weer leeg. Helemaal leeg. En ik heb koffie. Ik zal lekker een bak koffie drinken. En medicijnen innemen. En dan hoop ik dat het wat zakken wil. Ja, ik weet niet wat. Komt zo ineens op daar. En dan moet ik spullen inpakken voor morgen. Ik moet brood klaarmaken voor morgen. Je moet wat te eten hebben. Ja, toch? Nou, dat gaat mee. Dat. Ja. Dat moet ook mee, dat moet mee. Dat laat ik gewoon leggen. En dat moet ik innemen, dat moet in de koelkast. Ja, dat moet in de koelkast, die moet bovenin. Anders kan die niet erin. Ga liggen. Of kan die beter? Nee, dat kan ook niet. Kan ook niet. Hoppa, dat kan. Daar. Ja, en ja, het is dat je die kannen er ook in hebt, hè? Nou, dat gaat weer op. En ik heb lekker voor van de week broccoli aankomende week. Kunnen we maandag nog gaan maken? Ja, dat dus. Hè. Zo. Nou, ik laat dat gewoon staan liggen, want dat moet mee. Ja, dat moet daar naartoe. Gaat me allemaal niks aan. Ik heb hier nog wat snoepjes in, dat kan ook uit. En ik heb deze nood ook mee. Al is het maar een beetje. Maar ja, het smelt wel in je mond. Ik vind het tasje ook wel grappig, hè? Ja, ik vind het wel grappig. Ik ga er wel wat in doen. Dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van alles en geniet ook een beetje mee. En ik hoop dat ik wat hoor over mijn pak. Het behoort zo dus te hangen, hè. Het hoort er niet dicht of wat dan ook. Het kan niet dicht en daar is het ook te smal voor, want een smalle voorkantjes. Het behoort open en het komt van Ibiza. Ja, Ibiza kleding heb ik aan. Ja, ik weet niet, het zal. Maar in ieder geval, dat zegt Tiki. Ik niet weten. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. Tot later, doei. Ja, we zijn weer net wezen lopen.
Die is nu aan het drinken. En ik ga zo mijn eten eens een keer opwarmen. En dan gaat ik eten en de televisie aandoen. Mijn spel even afmaken en een vlog in elkaar zetten. En brood klaarmaken voor morgen. Ja. Want we willen wel wat eten onderweg. Ja. En wat we gaan doen, ja, dat zien we dan wel weer. Maar dat ga ik nou niet vertellen. Nee. Hé, Rijka? Ja, die blijft thuis met Elwin. Ja. En morgen gaan we nog heel vroeg lopen. Ja, ook dat. En dan houden ze het wel weer vol. Zonnescherm heel vroeg naar beneden. Want je weet nooit niet of het zonnetje gaat schijnen, ja of nee. Hè? Dametje van het goede leven. En dametjes, laat ik het zo zeggen. Ja, dat we hebben weer gelopen, helemaal het blokje om. En ik zweet met apenzuur. Ik had alleen nog mijn vest aan. Niet dat ding wat hierbij hoort. Ik denk, want ja, het kan koud wezen, want het is maar 20 graden. Maar ik heb wel weer de cijfer 1 gelopen. Ja, ja, daar ben ik weer blij mee. Dat even weghalen, dan ga ik daar naartoe. Kijk wat hij hier zegt. Ja, 20 graden. En hoe laat leven we? 3 minuten over 8 alweer. Ja. De telefoon moet zo meteen ook aan de lader, dus komt allemaal goed. Ik ben een back-off en waarvan Joost mag het weten. Ja, ik heb last van mijn knie en ik heb hoofdpijn. Nou, dat gaat allemaal weer over voordat ik een oud kereltje ben. En anders maar niet, hebben we gewoon pech. Ja. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Ga ik ook doen aan deze kant. En ja, of ik nog pijn heb of niet, het leven gaat door, ja toch. We gaan gewoon ervan genieten van alles wat we gaan doen en wat we meemaken. Ja, helemaal leuk. Ik zag er net een meneer. Zijn vrouw woont hier, die heeft hier een huis gekocht. Oké. Hij woont in, meende, IJmuiden, weet ik veel, ergens anders. Daar heeft hij ook een huis. Zijn vrouw wil hebben dat hij hier kon wonen, maar hij wil daar wonen, want de kinderen wonen ook daar. Hij is met een buitenlands vrouwtje, Chinees, getrouwd. En er was een familie van haar over en daar was hij mee op de loop. Ja, aan de wandel. Dus ja, maar ik heb ook even met ze gesproken, want dat was toevallig op dat stukje waar de fietsers niet mogen fietsen. Het is al een fietspad, maar ze mogen er nu fietsen. En wat doen ze? Fietsen. Ja, ga lopen. Het staat op die gele borden. En dan kennen ze wel zeggen, nee, dat staat er niet op. Je kan niet lezen. Oh nee, op eentje staat voetgangers op fietspad. Tweede bord, duidelijk, fietsers afstappen. Wat houdt dat in? Dat een fietser af moet stappen en dat gedeelte moet lopen. Kom je vanaf de andere kant... Idem dito, maar dan mag je ook niet helemaal rechtdoor. Nee, dan moet je gelijk op een gegeven moment rechtsaf. Want die andere twee fietspaden, dat is weer één richtingsverkeer. Maar de mensen zien de borden niet, ze letten er niet op. Het boeit hun niet of ze een ander tegen het lichaam aanrijden of wat dan ook. Het boeit allemaal niet, je krijgt al wel enig te horen. Het is een fietspad, ja. En? Maar je mag hier niet fietsen. Want dit is één richting. Wel van die kant, maar vanaf die kant niet. Wat is er zo'n probleem mee? Ga je met je auto als je een auto hebt? Ook ergens in waar het eenrichtingsverkeer is? Dacht het niet, hè? Doe het met een fiets of wat dan ook voor vervoersmiddel waar je mee op een fietspad rijdt. Daar dan ook niet, want het is eenrichting. En hou je daaraan? Doe je dat niet? Dat zijn de gevolgen voor jezelf en niet voor mij. Daarom. Maar oké, okay, ja, lieve vrienden, ja, er zijn mensen zoals mijn lieftallige dochter Karin. Mam, laat het los. Laat ze toch gaan. Nee, ik zit in de buurtpreventie en ik vind dat ik in een veilige wijk moet wonen, behoort te wonen, maar ik niet alleen. Dus de hele buurt moet hier veilig kunnen wonen.
En als dat er niet bij is, ja, dan doe ik mijn mond open. En inderdaad, ik ga eens een keer andere week de politie bellen. En krijg ik daar nul op mijn request, dan probeer ik de handhaving te bellen. Ik heb al een keer een grote bek gehad van een jonge snotneus die ook bij de handhaving zit. Nou, dat laat ik ook sowieso niet gebeuren. Ik wens geen grote mond, krijgen ze van mij ook niet. Dus ook van hun wens ik geen grote mond. Omdat ik in een scootmobiel zit? Ja, en? Dan kan ik nog wel handhaven hoor, want ik zit zo die scootmobiel overdwars op de weg. Opstouten. Ja, maar in ieder geval. Ik ga even lekker verder en ik ga genieten van de dingen wat ik leuk vind. En ik hoop dat jullie ook mogen genieten van alles met wat jullie doen. En een hele fijn liefdevolle avond gewenst en tot later. Doei! Zo lieve vrienden, ja, voor mij is de tijd aangebroken om naar boven toe te lopen. Het is net 9 minuten over 30. En jullie gaan weer aan de lader, want er is nog maar één streepje over. Dus ja, wij wensen jullie allemaal een welterusten en een hele goede nacht. En ja, morgen is het zondag, dus voor degenen die naar de kerk toe gaan. Hele fijne kerkdienst en God zegen. Dat moeten jullie trouwens elke dag hebben. Maar ik doe het één keer in de week, dat is meer dan genoeg. Want ja, ik zeg ook altijd, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. En het wordt morgen een hele leuke, gezellige, mooie dag voor iedereen. Voor mij, voor diegene die mij komt halen. We gaan gewoon iets leuks doen. En we nemen jullie er allemaal in mee. Dus nogmaals, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!